Het valt bijna niet op, maar het kruis bovenop het dak geeft aan dat hier op de Varkensmarkt 18 in Culemborg een kerk zit. En Frank Duivenvoorde is er de nieuwe pastoor. In wat voor wereld leven we eigenlijk toch? De kerk van de heilige Barbara en Antonius Abt is geen Rooms-Katholieke kerk, maar een oud-Katholieke kerk. Door Christus onze Heer. Het grote verschil is dat de oud-katholieken de onfeilbaarheid van de paus niet erkennen. We zijn de kleinste kerk van Nederland. We hebben 6000 leden. Maar de kerk is de laatste tijd groeiende. En dat is opmerkelijk. Waar de Rooms-Katholieke kerk in rap tempo leegstroomt, groeit de oud-katholieken. Veel protestanten en Rooms-Katholieken stappen over. In de naam van de Vader. Waar zit hem dat in, zou je denken? Omdat ze hier aan de ene kant nog al het mooie terugvinden van de oude liturgie, die bewaard is gebleven, maar wel gecombineerd met moderne eigentijdse standpunten. Want nou, bijvoorbeeld ook vrouwen kunnen bij ons pastoor, priester of bisschop worden. De Heer zij met u. De Geswese pastoor is er zelf ook het levende voorbeeld van. 5 jaar geleden werd hem gevraagd zich tot priester te wijden voor de Rooms-Katholieke kerk. Maar Duivenvoorde heeft een partner. Een man nog wel. Ja, binnen de Rooms-Katholieke kerk verwacht men dat je dan je leven lang celibatair leeft. En dat heb ik niet kunnen beloven. Is het moeilijk zo'n overstap te maken? Nee, deze kerk is eigenlijk net zo katholiek als de grote Rooms-Katholieke kerk. Het is voor mij alleen liberaler, ruimer en daardoor ook vreugdevoller.